Er is nog geen sprake van een balans van vrouwen en mannen in de politiek. Dit is de conclusie van Henna Gischerit, cultureel antropoloog en genderspecialist. Ze was gisteravond de inleider op een lezing georganiseerd door het netwerk Vrouwen in de Politiek, VIP, en het Vrouwenparlement Forum, VPF. Het thema van de inleiding van Gischerit was op weg naar een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de politiek. De inleider stond onder andere stil bij de markante momenten en de campagnes in de strijd voor meer vrouwen in de politiek. Gischerit voerde haar gehoor terug naar 1948, toen het algemeen kiesrecht voor vrouwen en mannen werd geïntroduceerd. En dat algemeen kiesrecht voor vrouwen en mannen, dat is een besluit geweest toen, Suriname was nog kolonie, van de Nederlandse Tweede Kamer van de Staten-Generaal. En degene die daar echt voor gelobbyd heeft, dat is die mevrouw Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, die is een absolute feminist geweest. Die was voor de Partij van de Arbeid Kamerlid. En zij eiste voor Surinaamse vrouwen dezelfde rechten die Nederlandse vrouwen hadden. En u mag het weten hoor, er waren in die tijd politieke partijen in ons land. Een deel was daar voorstander van en een deel was daar zelfs tegenstander van. Maar het besluit werd daar genomen en de grote voorvechter was Corrie ten Boom. En dat Corrie ten Boom een echte feminist was, blijkt wel uit de hele rekker die ze had in de Nederlandse politiek. Ze was een voorvechter voor handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw. Ze heeft gelobbyd voor gelijk loon, voor gelijk werk voor vrouwen. Weet je? En deze mevrouw, die had bijzondere aandacht voor onze kolonie Suriname, omdat zij zelf uit de kolonie kwam. Gischerit gaf verder aan dat politiek leiderschap niet in de genen zit. Dat is ons aangeleerd. Maar wat is aangeleerd, kan ook afgeleerd worden, zegt ze. Volgens de inleider ziet de samenleving politiek leiderschap als mannelijk. Dat betekent dat de macht in handen is van mannen en dat zij die nauwelijks willen delen met de vrouw, benadrukt Gischerit. Want wie macht heeft, die wil het niet uit handen geven. Gaat hij onze hele verkiezingsstrijd maar volgen de komende weken. Those who are in power, die willen het niet loslaten. Toch? Want wie aan de macht geproefd heeft, dat moet iets heerlijks zijn. Ja, dus wat merken we? Dat begrip leiderschap en dat begrip politieke leiderschap, dat is een geladen begrip met veronderstellingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Als je gewoon met iemand op straat praat en je zegt, nou, de regeringsleider, de ondernemer, de vakbondsleider, de rechter, de professor, toch? Dan hebben mensen hier achter in hun hoofd iets van, oh, dat is een man. En, als je, en soms in krantenberichten moet ik echt lachen. Want recent nog werd er een naam genoemd en het was een mevrouw. En toch schreven ze hij. Want een professor is toch een hij? Ja toch, maar dat zit er zo ingepakken. Toch? Maar als we het hebben over een crèche-leidster, de hoofdverpleegkundige, de schoolleider, de hoofdschoolmaster. Nou, dan denkt niemand aan een man. Want dat is een vrouw. En wat is zo erg, dat zijn leidinggevende functies die mannen ook niet ambiëren. En die in het verlengde daarvan in de samenleving minder gewaardeerd worden. En wanneer je minder gewaardeerd wordt, verdien je ook minder in je portemonnee. En dat is ook weer een schandalige vorm van discriminatie. Tot zover cultureel antropoloog en genderspecialist Henna Gischerit. Ze heeft gisteravond in het kader van de viering van de Internationale Dag van de Vrouw een lezing gehouden voor het netwerk Vrouwen in de Politiek en het Vrouwenparlement Forum. De lezing was getiteld Op weg naar een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de politiek en is gehouden in het park. Na de inleiding was er een paneldiscussie. In het panel zaten Gischerit en Gloria Liquichou, ondervoorzitter van Doe. Hoewel het een levendige discussie was, waren de organisatoren niet tevreden over de opkomst. Besloten is om deze lezing op weg naar de verkiezingen te herhalen.